De multinational IAMGOLD heeft vandaag 2 overeenkomsten getekend met Nieuw Koffiekamp en Stichting Makamboa. Deze overeenkomsten moeten verzekeren dat leden uit dit dorp werkzaamheden kunnen verrichten in de gebieden die door het bedrijf zijn aangewezen. Jerry Finisi, Sustainable Manager IAMGOLD, zegt dat kleinschalige goudwinning een grote inkomstenbron is voor mensen in het binnenland. Volgens hem heeft de multinational enkele jaren gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomsten. Kapitein Hermanus Schalkwijk van Nieuw Koffiekamp zegt dat deze overeenkomsten de goede nabuurschap tussen het dorp en IAMGOLD weergeven. Het is een unieke moment voor Suriname. En ik heb het een paar keer gezegd in onze vergaderingen. Dit is een model dat, bijna kan je zeggen, nergens in de wereld dat bedrijf en small scale miners zo samenwerken. Maar het tekenen ervan is het halve werk. We moeten natuurlijk nog alles wat daar staat waar gaan maken. We moeten gaan werken aan het wegwerken van kwik. We moeten gaan werken aan diversificatie, herinvestering van de middelen. In Nieuw Koffiekamp, maar ook in andere businesses. Zo, eigenlijk staat het werk nu. Het is een model die een gelegenheid geeft van Suriname om uit te steken, waarbij een grote multinational samen kan voortbestaan met kleine ondernemers. Na 25 mei kennen we de constellatie niet, hoe het zal uitzien. Maar wij hopen dat wie ook komt, dat continuering van beleid, wat deze 2 overeenkomsten betreft, zullen blijven doorgaan. Dat is ons verzoek dat wie dan ook komt, overeenkomsten door zullen blijven, continueren van beleid zoals men het zegt. Hermanus Schalwijk. Zowel minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen als minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is ingenomen met de totstandkoming van deze overeenkomsten. Beiden geven aan dat er een lang proces hieraan is voorafgegaan. En de relatie IAMGOLD Makamboa, waar het was, als we allemaal hadden opgegeven, zouden we hier zitten vandaag om een overeenkomst te tekenen. Wegen barricaderen, equipment, bussen in brand steken, IAMGOLD had geen vergadering meer met het dorp, allerlei strubbelingen, uiteindelijk om te zeggen, guys, laten we praten. Laten we in dialoog treden. Laten we proberen om iets eruit te halen. Laten we praten, discussiëren, overleggen en dan uitvoeren. En wanneer we met consensus iets hebben bereikt, kan ik u verzekeren dat het een lang leven heeft. Omdat het een breed draagvlak zal hebben. Het zal gedragen worden en iedereen gaat weten en begrijpen waarover het gaat. Dat was dus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Samen met zijn collega Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen heeft hij de 2 overeenkomsten tussen IAMGOLD, Stichting Makamboa en de gemeenschap van Nieuw Koffiekamp ondertekend. Deze activiteit vond plaats in Hotel Marriott.